Goedemorgen, ik ben Jano. Jolien is momenteel beneden. Ons koffie- en theehuisje is zo goed als gesloten. Ik denk dat we nog een tiental minuutjes of zo nog open zijn, maar we zien nu eigenlijk al niemand meer zitten. Dus iedereen is al weg. Ik vermoed ook niet dat er nog mensen gaan aankomen bij ons. En anders ja, bedienen we die nog wel eventjes, maar goed. Het is enorm warm. Je wil niet weten hoe warm het hier is. Binnen hebben we een temperatuur van maar liefst meer dan 30 graden. Buiten is het even warm hoor, maar het koelt gewoon niet af. In de keuken, ja, door al die machines en al, dan loopt het snel op naar 40 graden. En jij bent hier de koeling aan het zoeken. Ik zit er al de dingetje. Ongelooflijk. Ja, we moesten die toch nog een keer leeghalen helemaal, omdat hij hier zo te veel ijs heeft. En ik dacht, het is echt wel perfect, nu binnen dat uurtje is hij helemaal ontdooid, maar echt, hij is zo aangenaam om hier voor in te zitten. En we hebben zelfs ook een bankje. Ja, we hebben hier ook een bankje. Kijk, dat is een bankje. Het is wel heel erg koud nu, maar kont heeft een beetje koud gekregen. Ja, maar echt zalig. Oeh, ik ga er nog naast zitten ook. Ja, we moesten hier toch ontdooien, dus why not, hè? Zit je goed, Jan? Ja. En volgens mij, als ik zo nog lang niet, ik mag niet de deur. Nee, dat ga ik ook echt niet doen. Nee. Nee, maar volgens mij, als ik hier ook nog lang zit, dan zit ik straks met mijn voet in een voetbadje of zo. Want ja, dan gaat dat natuurlijk ontdooien, dan wordt water. Ja, ik vind het wel aangenaam. Ik begrijp niet waarom ik dit idee niet gewoon een paar uur eerder heb gekregen. Nee, beetje ijs, beetje sneeuw. Ja, sneeuw in onze diepvriezer. Ja. Maar echt zalig. En als we naar mijn mama gaan, hebben we dan eigenlijk al verteld dat het, we naar mijn mama gaan? Nee. We gaan dus dadelijk naar mijn mama. Even daarmee misschien beginnen. Baby Roan is jarig geweest en baby Karsten ook, maar eigenlijk zijn we echt baby Karsten. Karsten is al 2 jaar geworden. Roan is ook eigenlijk niet meer echt baby Roan, is een peuter, want Roan is 1 jaar. Jeno is jarig geweest, iedereen is jarig geweest en daarom heeft mijn mama gezegd van kijk, we gaan een klein feestje bij ons thuis houden. Kom allemaal af en ja, we gaan ook eventjes nog een keer naartoe. En als we naar mijn mama gaan, nemen we altijd heel veel rommel mee. En dat is niet rommel om bij haar zelf achter te laten, deze keer niet, nee. Maar dat is rommel om in de kartonbak te gooien. We hebben hier vlakbij mijn mama een kartoncontainer. Daar kunnen we al het karton achterlaten. We hebben ook nog eens glas mee gehad dat we kunnen gaan wegbrengen naar de glascontainer. En zo hebben wij weer al een mooie nieuwe start morgen vroeg van ons koffie en ons thee. Je bent toch wel een proper opberg ook eigenlijk, want het stond echt wel propjesvol. En ja, het werd gewoon tijd om nog een keer weggebracht te worden. Hier zijn we. Hier staat dus de papiercontainer. Die... En we gaan weer terug naar huis. Ja. Dat was leuk. Jullie hebben eigenlijk wel niet zo heel erg veel gezien. Nee. Maar het was een gezellige avond. We wat eten, een beetje bijkletsen met elkaar. En ja. Baby Juan was er ook, maar die hebben eigenlijk niet in beeld gebracht. Ik heb die wel op Insta-stories gepost, maar ik ben die vergeten om ook in onze vlog te brengen. En omdat ik hem in de vlog wou brengen. We hadden eigenlijk onze zwembroek mee, hè? Dat zijn we eigenlijk vergeten. Ja. We gingen normaal eens even in de jacuzzi. Ja, vergeten ook. Ja, ik heb hem nog steeds niet eens uitgepakt. Ik moet hem nog passen eigenlijk zelfs. Ja. Met zo, ja. Ziet er toch uit? Ja, dus ik moet hem nog passen. Maar ja, baby Roan moet uiteindelijk gaan slapen. En Karsten was er ook nog. Jij hebt dan nog met Karsten een tijdje nog in de zandbak aan het spelen. Ja. Jullie kennen trouwens Karsten waarschijnlijk niet, jullie hebben die nooit gezien in de vlog. Ja, Roban, dat is in ieder geval het kindje van de stiefzus van Jolien. Van Steffi. En Karsten is ook het kindje van de stiefzus van Jolien. En we hebben ook nog Torben. Dat is van andere mannen. Maar diezelfde stiefzus dan. Ja. Maar die mogen dus niet in de vlog brengen, want zij het liever niet hebben. En dat respecteren we dus ook. Maar we zijn daar ook wel echt wel heel erg trots op. Ik vind dat wel jammer dat we die dan niet in de vlog mogen brengen. Maar toch weet u ook, dus er is dus ook nog Karsten en Torben. En die waren er ook vandaag. En ja, je hebt dus nog een keer met Karsten. We hebben in een zandbak gespeeld. Zandbak en een kasteel gemaakt en een bord. Ja. Dus
Karsten is een jaartje ouder dan Rohan. En die kan natuurlijk al wat meer spelen. Ja. Zo, hè. Dus aangezien dat hij meer kan spelen, dan gaan we er ook meer mee spelen. Hè. Dus, ja, dat is echt heel tof. Ja, want echt leuk, zo echt zo met emmertjes water en dan in de burg gaan kappen. Heel erg tof gedaan. In de gracht rondom de burg, heel tof eigenlijk wel. En we hadden hem ook nog voor zijn verjaardag, want hij was ook jarig geweest vorige week, een heel goed boek gegeven van Paw Control, of zo, dat die hondjes dus in ieder geval. En dan moest hij in die boek moest hij dan zo hondjes zoeken en autootjes zoeken. Hij zag een plaatje in het klein en dan moest hij in de grote boek moest hij dat plaatje gaan zoeken. Ja, dat vond hij heel fijn. Dat vond hij wel leuk om mee bezig te zijn. Vooral de voertuigen vond hij heel leuk, want hij is helemaal gezot op tractors en auto's. Graafmachines en die dingen. Ja. Die dingetjes dus. Het is hier nog al te warm, hè. 25 graden, zeg. Het valt nog mee, het is echt waar. 26, even springt net. Oh, echt? Ja, kijk, dat is warmer. Nee, maar het is eigenlijk echt koud buiten, vind ik nu. Als ik nu zo buiten ben, dan ga ik echt koud. Maar ik had ook zoiets van, ja, we nemen een zwembroek, maar gewoon toch niet. Ik vind het echt veel te koud om nu... Je bent weer aan het ratelen, hè? Ratelslang. Je valt bijna over je woorden. Hoe doe je dat eigenlijk zonder... Dat weet ik ook niet. We moeten trouwens nog iets vertellen. We zijn ook nog in de mediamarkt. Nog iets? Ja, onze Marvel-collectie is bijna compleet. Onze Marvel Blu-ray-collectie is bijna compleet. We hebben straks nog geschopt in de mediamarkt. Want Jenne wou graag een nieuwe Blu-ray. En hij heeft er net gisteren zoveel cadeau gekregen. Ja. Heb je de Roger Rabbit? Ja, die is heel uniek, want die bestaat niet op Blu-ray in Europese versie. Of in ieder geval toch niet in Belgische of Nederlandse versie. Dus hebben we die maar in de UK-versie gekocht. Die lag daar. Die eigenlijk onbestelbaar is. Dus ik heb eigenlijk wel een pièce uniek hier liggen. En we hebben ook nog Captain America. En nog eens Captain America, The Winter Soldier, een andere. Dus je hebt twee verschillende Captain America. En daarmee is eigenlijk heel mijn Marvel-collectie compleet. Bijna. Op de Hulk Incredible Hulk na. Ja. Dus. Maar daar ga ik ook wel achter, hoor. Ja, denk het wel. Hoor je niet? Hoor je het? Wacht, luister eens even goed, zo. Ah, is dat zo? Ja, ik weet het ook niet. Wij denken eigenlijk dat achter deze deur komt. Is dat een vogel of zo? Ja. Is dat vast? Of een krekel, maar een krekel maakt wel een ander geluid, denk ik. Dat is wel heel luid voor een krekel. Het kan ook iets computergestuurd zijn. Wat? Iets computergestuurd? Ja, een ja. Dus de deur open doen is ook al een probleem, precies. Ja, vooral als je met de verkeerde sleutel weet. Kom maar van hier. Nee, precies niet. Maar we hebben hier wel een verluchtingsgaatje zo zitten. Misschien dat daar iets zit. Nee? Nee, dat niks nog. En dat is dat niet meer. Ik zit nu te denken dat dat misschien een vleermuis kan zijn. We hebben boven onze ramen open laten staan. En dan komt het geluid misschien van boven. Misschien een vleermuis die een vreemd geluid aan het afzenden is. Nee. Nee? Ik weet het niet wat het is. Als durf je naar boven te gaan? Oh nee, dat zou echt niet zijn, hoor. Ik hoor het hier ook niet meer, nee. Of is het nu gestopt? Nee. Dus hierboven is het niet meer te horen. Volgens jullie is het iets kleins beneden. Een krekel. Een krekel. Echt wel, hoor. Of het is nu afgeschrokken door ons. Het zat hierboven een beetje geluid te maken, maar je hebt het al zo gekomen en het is dan gestopt. Nee, nee, ik hoor hier nog wel. Hoor ik hier beneden wel nog? Ja, nou, oké. Okay. Dit is een krekel. Die hier ergens zit. Och ja, laat die maar zitten. Krekels doen niet zo ja, die heel wel kwaad. Heel lang nog wel leven waarschijnlijk. In het plafond. Ja, we kunnen moeilijk de muren gaan uitbreken op zoek naar een krekel, schat. Laat dat maar gewoon zo. Oké, mysterie opgelost. Wordt misschien wel vervolgd. Ja, wie weet. Ik ben daarnet ook nog eventjes snel in bad gaan, dus ik heb nog rond in mijn badhanddoek. Ik vind het echt zo zalig om toch eventjes nog te verfrissen, maar ik zie er echt super moe uit. Echt zo leuk om eventjes nog in een koud bad te gaan, eigenlijk een beetje zo temperatuur zoals een zwembad.
alvorens ik mijn bedje ga. En dan heb ik het, nu heb ik het eigenlijk zelfs een beetje koud. En dan kijk ik er zo naar uit om nu een bedje te gaan, even rustig te liggen. En als ik dan rustig lig, krijg ik het ook niet overdreven snel terug warm, ondanks dat het nog wel warm is. Maar het koelt gelukkig toch nog wel een beetje af 's nachts. Dus ik denk dat ik wel lekker ga kunnen slapen. Morgen! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.